die gedachten waren zo aanwezig. Ik ga u voor in het ambtsgebed van de gemeente Twenterand. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen. Ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik open de raadsvergadering en heet u allen van harte welkom. De raadsleden, college, u ook op de publieke tribune en ook degenen die meekijken, meeluisteren. Allemaal van harte welkom. Ik heb afmeldingen ontvangen van mevrouw Jager, de heer Kerkdijk, de heer Engels en wethouder Koster. En ik vraag of iedereen de presentielijst heeft getekend. Dat is zo, dat is nu wel zo. Ja, helemaal goed. Dan ga ik naar de vaststelling van de agenda van deze buitengewone raadsvergadering. Kunnen we conform het voorstel met één agendapunt de verordening winkeltijden gemeente Twenterand 2018 deze agenda conform vaststellen? Ja, zo gaan we dat dan ook doen. Ik kom bij het agendapunt verordening winkeltijden gemeente Twenterand 2018. We hebben afgelopen dinsdag de raadsdebatten gehad en nu al een buitengewone raadsvergadering, maar dat heeft te maken met ook het tijdsaspect en het ook op tijd publiceren van datgene wat besloten wordt. Dus vandaar dat de tijd tussen een raadsdebat en het besluit nemen in de raadsvergadering dicht op elkaar zit. Conform wat ik afgelopen dinsdag ook heb aangegeven, zal ik zo eerst de heer Jonker het woord geven. En ik kijk nog even rond of er nog andere fracties zijn die iets willen indienen, een amendement of motie. Nou, ik was toch van plan u als eerste na de heer Jonker het woord te geven. Dan ga ik gewoon op basis van grootte alle fracties indien ze dat wensen het woord geven. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben dinsdag een goed debat kunnen voeren met elkaar over de zaken en de argumenten over de winkeltijdenverordening. Ons standpunt is niet veranderd in die dag wat ertussen ligt. En we zullen ook tegen de verordening stemmen. En we willen ook een amendement indienen die mogelijk maakt om artikel 7 te schrappen. En deze amendement wil ik nu voorlezen en dat dienen we samen in met de fracties van de CDA en de ChristenUnie. De Raad van de gemeente Twenterand in vergadering bijeen op donderdag 6 december 2018 behandelende de verordening winkeltijden gemeente Twenterand 2018. Besluit de door het college van, van burgemeester en wethouders verordening winkeltijden gemeente Twenterand 2018 als volgt aan te passen door te laten vervallen artikel 7 de ontheffing en dan de vier artikelen die daar genoemd zijn. En de toelichting, ja goed, die zijn dinsdagavond uitgebreid aan de orde geweest. Het gaat om het amendement en dat is richtinggevend en besluitvormend. Het amendement wordt door u ingediend en zal ook deel uitmaken van de beraadslaging. En ik ga ervan uit dat die voldoende ondertekend is. Klopt. Dat dacht ik wel. Dank u wel. Ik geef verder u het woord, de heer Jonk. Ja, één puntje bleef nog even hangen van het debat van dinsdagavond, voorzitter. En daar heb ik ook woensdag ook nog uitgebreid onderzoek naar gedaan, ook met ambtenaren in dit huis. Over, want het bleef een beetje tussen mij en de wethouder zitten van of het juridisch wel mogelijk was om een pilot in Vroomshoop alleen te doen. En dat blijkt dus wel mogelijk te zijn. En ik heb ook in mijn termijn vorige of dinsdag aangegeven dat we daarover verbaasd waren. Dus het zou ook sieren om dat nog even recht te zetten bij deze. En misschien dat
onverhoopt als het abonnement niet wordt aangenomen, dat misschien daar nog een reparatie op kan vinden. Maar dat is aan u. En gezien ook de vele pennen die in beweging zijn gebracht en ja, dat het toch ook wel gaat leven en ja, veel bedrijven in beweging zijn en de evaluatie niet voldoende geborgd is in het voorstel, hebben we toch ook gemeend om dat in een motie te borgen. En deze motie dien ik ook gezamenlijk in met de fractie van het CDA en de ChristenUnie. En ik zal u dat voorlezen, voorzitter. Dat is een motie evaluatie pilot koopzondag 23 december 2018. De Raad van de gemeente Twente-Rand in vergadering bijeen op donderdag 6 december 2018 behandelen de verordening winkeltijden gemeente Twente-Rand 2018. En dan zal ik u het verzoek aan het college voorlezen om de pilot koopzondag goed te evalueren en daarbij tot een zorgvuldige belangenafweging te komen rondom eventuele vervolg koopzondagen, waarbij onder andere meegenomen moet worden de belangen van de lokale economie, werkgelegenheid, eventueel ook kijken naar alternatieven die er zijn in andere gemeenten, de belangen van de winkeliers met weinig tot geen personeel, belangen winkelpersoneel, belangen zondagsrust, onder andere ook de wet en regelgeving daartoe, de belangen leefbaarheid, onderzoek te doen en in gesprek te gaan met de samenleving, onder andere inwoners, kerk en andere belanghebbenden, de belangen openbare orde en veiligheid, en dan om inzage te krijgen in de motivatie en draagvlak, denken wij aan bijvoorbeeld een peiling, enquête, e-spraak, etc. En het proces rondom het helder te krijgen van de belangen van de betrokken partijen goed kenbaar te maken in de samenleving van Twente-Rand. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u deze wel. Motie is mede tot stand gekomen, ook met input van advies binnen dit huis. Dank u wel. De heer Reusken heeft een vraag. Nu de heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Jonker. In het debat van afgelopen dinsdag hebben we uitgebreid met elkaar gedebatteerd over deze kwestie. En is er ook voldoende en uitvoerig gesproken over de evaluatie. En niet in het laatste raadsdebat, maar dat raadsdebat daarvoor heeft volgens mij de wethouder, maar ook de partijen die dit initiatief hebben genomen, uitvoerig toegezegd een goede en grondige evaluatie te zullen vervoeren. Ik vraag nu aan u, heeft u geen vertrouwen in de winkeliers om die evaluatie op een goede manier uit te voeren? Want eigenlijk is deze motie helemaal niet nodig, want er ligt een toezegging van de partijen om dat grondig te doen. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het gaat niet om het vertrouwen, het gaat om de rol als raadslid. En dat laten wij niet alleen over aan de winkeliers. En het zou toch zeker voor een Partij van de Arbeid dat ook de belangen van de medewerkers. We hebben ook gehoord van de winkeliers dat ze goed zijn voor hun personeel. Maar er zijn ook grote winkelbedrijven waar toch ook regelmatig acties zijn. En de vrijheid voor de een is een dwang voor de ander. En die belangenafweging is dus heel belangrijk, ook gezien de indieners van de wet die het mogelijk hebben gemaakt om de gemeenten tot verruiming over te gaan tot koopzondagen, die hebben gevraagd om het college met de raad om een zorgvuldige belangenafweging te doen. En dat delegeren we niet alleen aan de winkeliers, wel gezamenlijk met de winkeliers. En daarom hebben wij ook gekeken, want mijn voorstel was eerder ook korter, maar dat er zoveel belangen zijn en in het voorstel dat niet uitvoerig aan de orde kwam, hebben we toch gemeend deze motie in te moeten dienen. Dank u wel. Dan heeft u nog een aanvullende vraag, maar het is u aan iedereen de motie in te dienen. Nu gaat het goed. Ik bespeur toch wel in deze motie enig wantrouwen, zo interpreteer ik me. En dat betreur ik, want ik denk dat er voldoende toezeggingen zijn gedaan, zowel vanuit het college en door de wethouder, als ook door de partijen die dit gaan organiseren, om te zorgen dat er een goede evaluatie komt. En vervolgens kunnen we dan hier met elkaar daarover in debat gaan. Ja, de heer, ik wil toch een opmerking maken over het woord vertrouwen. Ik denk dat we daar zeer zorgvuldig mee om moeten gaan wanneer we dat gebruiken. Laat ik dat toch maar als uw voorzitter aan de orde stellen. De heer Jonker heeft een motie ingediend. Zijn ruimte en dan hoeven we niet meteen met allerlei de Jonker, dank u wel, voorzitter. Dat waren ook mijn opmerkingen, maar u heeft ze voor mij gemaakt, dus dank u wel daarvoor. De heer Veldmeijer heeft ook een vraag aan de heer Jonker. Aan u het woord, meneer Veldmeijer.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het amendement, even terugschakelen naar het amendement, gelezen een paar keer. En ik wil toch vragen, voorzitter, of de heer Jonker nog eens kan duiden wat hij met het amendement eigenlijk wil beogen. Wat hij wil bewerkstelligen. Kunt u dat nog even toelichten? Meneer Jonker, aan u het woord. Dan heb je het niet helemaal begrepen. Artikel 7 schrappen. Het niet door laten gaan van de pilot. Goed. Korter kan het niet gezegd worden. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ik wil dat wel even graag helder hebben. Hele lappe tekst. En eigenlijk komt erop neer met het amendement bewerkstelligt u dat er geen pilot komt van de koopzondag. Ja, dat heeft u goed begrepen, maar die lappe tekst heb ik niet gezien, eerlijk gezegd. Nee, er moet bij een amendement moet zeer zorgvuldig alle elementen moeten daarop sluitend zijn. Heer Jonker, u was klaar met uw betoog. Dan is het amendement maakt onderdeel uit van de beraadslaging. En volgens mij is het amendement 20. En de motie is ingediend, maakt ook onderdeel uit van de beraadslaging. En dat is motie 48. Heer Elsinga, aan u het woord. Dank u, voorzitter. We hebben een motie en amendement van de SGP ontvangen. En wat wij van het amendement vinden bij GWT, dat is duidelijk. Hè. We weten dat het aantal voorstemmers bij ons zijn en tegen. En dat is hetzelfde gebleven. Dus de uitslag van het amendement wat betreft de GWT is dan voorspelbaar. Wat betreft de motie, daar is wel eenduidigheid over binnen onze fractie, zo bleek juist. Ik kan je aanraden om eens een keer verschillend te gaan stemmen, dan krijg je hele leuke discussies. En dat hebben we gehad, maar bij de motie zijn we er wel uitgekomen. En we hebben de motie dus ook niet met iedereen kunnen delen. Het was net echt om 7:45 dat we, laten we zeggen, de spijker hebben geslagen van zo gaan we doen. Want wij vonden de motie van SGP wel een goede voorzet, maar wij vonden het te ver gaan. De heer Reuske gebruikte net een woord dat van ons kwam dat dichtbij. Hè. Want op een gegeven moment moet je ook een wethouder gewoon wat ruimte geven. De kijken van wat is het beste. Ik heb dinsdag het Raalte model genoemd. Het is een beproefd recept. Heb ik ook na die tijd ook bij deze en gene laten vallen van bekijk dat eens. Dan doen we niks nieuws. Dan weten we gelijk waar het werkt en waar goede ervaringen zijn. En die ervaringen met het Raalte model is gewoon dat wij de keuze bij de ondernemers in de kern laten. Dus het komt nu straks nog één keer terug in de raad bij de evaluatie, maar daarna is het ook klaar. En dan laten wij aan ondernemersverenigingen over of ze het wel of niet willen in hun kern. En dat vinden wij toch het initiatief leggen bij de burgers, bij in dit geval de ondernemers die de meerderheid moeten creëren of de minderheid, ligt er hoe je het bekijkt. Daar leggen wij de bal eigenlijk bij neer en dat is de inzet van onze motie. Wij vinden bijvoorbeeld de belangen van de winkeliers met weinig tot geen personeel en belangen winkelpersoneel, dat vinden wij echt dus aan de ondernemers. Wij vinden niet dat wij als raadsfractie daar iets over moeten zeggen. Over de zondagsrust, er staat vermeld in de winkeltijdenwet. Daar wordt verwezen naar de zondagrust. En dat is gewoon een verbod op de koopzondag en bepaalde feestdagen. De winkelverordening maakt daar een uitzondering op. Hebben we dinsdag ook verteld. Dus die vinden wij ook overbodig. Dus er zijn zoal drie, die vinden wij overbodig. Wij vinden openbare orde en veiligheid, leefbaarheid, kun je noemen, moet je iets anders omschrijven. Dat vinden wij belangrijke zaken. En even voordat u gaat reageren om dat af te maken, alleen maar een enquête, wie voor of tegen is, of een peiling, ja, dat vinden wij eigenlijk een tweede soort verkiezing. Er is een uitslag geweest in maart, dit komt er nu uit. En om alleen maar een peiling te doen, dat vinden wij te weinig. Maar we willen wel iets verder dan een peiling, maar dat zult u zo meteen horen, voorzitter. Ja, de voorzitter gaat over de orde, dus ik laat u heel rustig uw verhaal tot een bepaald punt uitspreken. Meneer Jonker heeft de vraag nu. Meneer Jonker, aan u het woord. Ja, aan het begin van uw betoog had u het over het Raalter-model. Dat is volgens mij al een keuze die je dan die eruit voortvloeit van een evaluatie. Is dat goed of niet? Want een Raalter-model is volgens mij gewoon hoe je het in de toekomst wilt gaan regelen. En vervolgens komt u met uw motie over, ja, ik vind het eigenlijk allemaal te veel, maar u vindt, u krabbelt toch wel aan het eind toch wel weer mee terug van, een peiling is niet goed, ja, nee, we willen toch ook wel breder het gesprek aangaan. U moet dat ook niet zien als allemaal een opsomming, dit moet allemaal gebeuren, maar doordat het allemaal zo snel ging, heb ik gemeend, ook met de collega's, om deze punten die de aandacht vragen gewoon te benoemen.
En dat is, heeft niks te maken met dat de wethouder aan de ketting wordt gelegd. Verder van dat. Hij wordt flink aan het werk gezet. En ja, en u heeft toch ook in uw verkiezingsprogramma staan meer maatschappelijk debat en ook burgerparticipatie. Dus u zou dat eigenlijk moeten omarmen. Graag uw reactie. Meneer Elzega, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Als u het voorstel zo meteen leest, dan zult u merken dat we dat juist omarmen. En wij willen zelfs dieper gaan dan alleen maar een voor of tegen. Je ziet nu al bij de winkeliersvereniging wat afgelopen dinsdag gebeurde, dat een vraagstelling al misverstanden oproept door de uitslag. Kijk, als je vraagt aan iemand, ben je open of dicht of koop zondag, is een andere vraag of je voor of tegen bent. En dan krijg je een andere uitslag. En daarom moet die verdieping er ook onder meer in zitten. Dus die participatie, daar gaan we echt wel mee aan de slag. Wij komen met een burgerpeiling, dus, maar dat hoor je zo meteen wel. Of hoort u zo meteen wel. Dan even over dat Raalte model. Die is er juist gekomen omdat er onvrede was, omdat de gemeente het bepaalde. He, op een gegeven moment vonden de ondernemers van, is het niet te veel? Daar is het bijvoorbeeld heel erg teruggeschroefd. He, en er is ook op een gegeven moment gecategoriseerd van alleen maar supermarkten of alleen maar volumineuze zaken die, he, die de volumineuze goederen verkopen. Die bijvoorbeeld 200 meter van de kerk moeten zijn, omdat je wat meer aanrij hebt met auto's en met vrachtwagens. Die zijn dus bijvoorbeeld voor bepaalde gebieden uitgesloten. Je kunt ook winkelgebieden daarvoor maken. En dat is allemaal door die ondernemers zelf bepaald. Als ook dat ze niet organiseren een koopzondag. Nog een meneer Elzega, vervolg uw betoog. Voorzitter, ik zal even de dikte noemen ze dat geloof ik, voorlezen. Wij verzoeken het college om de pilot koopzondag te evalueren en daarbij tot een zorgvuldige belangenafweging te komen rondom eventuele vervolgkoopzondagen waarbij onder andere meegenomen moet worden 1. De leefbaarheid per kern. Dat betekent in gesprek gaan met de ondernemersverenigingen, dorpsraden en kerken. Dit naar voorbeeld van de gemeente Raalte. 2. Om inzage te krijgen in wat er leeft onder de inwoners per kern, gebruik te maken van een burgerpeiling. Dit naar voorbeeld van ik praat mee, zie de gemeente Wieren. 3. De aanvraag voor vrijstelling van koopzondagen of koopzondag tot stand gekomen in gezamenlijke overeenstemming een verantwoordelijkheid is van ondernemersverenigingen per kern. Dat is onze motie, voorzitter. En wij overwegen inderdaad misschien nog even het verschil met wat de SGP aangeeft. De wens is om de burger meer te betrekken. Wij willen dus de samenleving, de maatschappelijke discussie willen wij gewoon wat breder in de kernen. Nou, ik zei net al in het begin hoe wij tot deze motie kwamen. Dat gebeurde dus heel gek. Dit is dus door zowel de voorstanders als de tegenstanders van GBD, die zijn het hiermee eens. Ik heb alleen maar wat toestemming kunnen, of handtekening kunnen vragen van de ChristenUnie en de VVD. De rest ben ik nog niet aan toegekomen. Dus de heer Reuske, PVV, iedereen krijgt hem nog. Dus kun je het alsnog mede indienen als jullie willen. Maar goed, het was een beetje een vreemde situatie, maar dat heb ik verteld. Ja, even voor dat de heer Jonker, want ik weet niet of hij de motie van GBT en anderen, laat ik het zo even zeggen, kent. We hebben amendement 20, dat is ingediend door SGP, CDA, ChristenUnie. En motie 48 door het SGP, CDA en ChristenUnie. En de andere logo's staan er wel op. En u weet hoe het daar... Vanwege de haast heb ik daar respect voor, maar dat vind ik altijd zeer onduidelijk. Dus daar toch even een opmerking bij, want het is alleen maar door 3 partijen ingediend en niet door alle partijen waar de logo's erop staan. Even voor alle scherpte erin, want ja, u weet dat ik daar wat moeite mee heb. Dan denk ik dat de motie is door iedereen ingediend, maar dat is dus niet zo. De heer Jonker heeft nog een vraag aan de heer Elzega. Een verhelderende vraag, voorzitter. Wat is nou het kernachtige verschil met de motie zoals wij die net hebben voorgesteld en met uw motie? Kunt u dat beter duiden? Ja, ik zit dus te twijfelen. De heer Elzega kan natuurlijk onder woorden brengen, maar u kunt straks natuurlijk ook zelf gaan kijken wat u het verschil vindt. Want anders dan... Maar goed, meneer Elzega, doe nog een poging om het u duidelijk te maken. En dan denk ik dat het goed is om dat vervolgens zelf ook te duiden. Meneer Elzega. Ja, voorzitter, ik heb dat volgens mij net uitgelegd. Dus u zult het zo meteen zien. En de anderen mogen daar uiteraard een mening over geven, geen enkel probleem. Dus meneer Jonker, dan mag ik de vraag nog een keer stellen als u het niet begrijpt. Dus dat, ik leg het gewoon graag nog een keer uit. Goed, dan ga ik naar het CDA.
De heer Kaalder voert het woord namens het CDA. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, de heer Jonker heeft het standpunt waar wij met z'n drieën hebben gedeeld, heeft die uitvoerig besproken. We hebben nu voor de derde keer dit onderwerp op de agenda staan. We twee uitvoerige debatten gehad. Standpunten zijn helder verwoord. Ik denk dat daar ook geen discussie meer over mogelijk is. Dat is ook niet de bedoeling van vanavond. Het amendement is helder. Wij hebben vanaf het begin gezegd, we zijn tegen de zondagopening. Dat blijven we dit bevestigd alleen maar. Als we kijken naar de motie. Wij hebben gezegd, en als je ook de correspondentie ziet van de laatste paar dagen over aantallen wie wel meedoet en wie niet meedoet, hebben wij alleen gevonden van zorg nou dat je aan de voorkant zorgt dat je de vraagstelling dusdanig doet dat je aan de achterkant goede informatie hebt waar je wat mee kan. En dat we niet de discussie krijgen van ja, ze doen niet mee of ze doen niet wel mee. Die moeten we dus gewoon voorkomen. Het amendement van de GPT hebben we niet gezien. Precies, dat ook een motie. Maar die komt straks, dus daar kan ik nu aan reageren. Ja, en even voor alle duidelijkheid, als u wil schorsen, kan het uiteraard. Hè. Dat weet u van mij, want ik vind het wel des te belangrijker om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen over amendementen, maar ook over moties. Dank u wel. Ja. Dan kijk ik naar de ChristenUnie, de heer Smelt. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, leden van de raad, aanwezigen. Afgelopen dinsdag debatteerden wij inhoudelijk over de aanpassing van de winkeltijdenverordening in Twenterand. In dit debat heeft de ChristenUnie-fractie aangegeven waar voor haar de grens ligt. En respecteert ten volste haar eigen verkiezingsprogramma wat gaat over de rustdag. Onze fractie zal niet meewerken aan het openstellen van winkels in de gemeente Twenterand op zondag. Wel staan wij zeer open voor een alternatief en openstelling van winkels en centra op de zaterdagavond, mis er voldoende draagvlak bij de winkeliersvereniging voor is. Wij hebben tegen de motie vreemd gestemd die het mogelijk wilde maken een pilot koopzondag op 23 december aanstaande in de kern van Sloop te creëren. Dat er in de overige kernen geen koopzondag komt op 23 december zoals het nu lijkt, geeft ook aan hoe divers dit dus leeft bij de overige ondernemers in Twenterand. Daar waar de initiatiefnemers uit Vromsloop stelden dat ze inkomstenderving hebben omdat omliggende gemeenten open zijn op zondagen, kiezen de omliggende kernen niet voor een koopzondag. We hebben de inbreng van de VOV daarover deze week gehoord. We hebben de bezwaren gelezen. We hebben het onderzoekje draagvlak van de VOV in Vromsloop gelezen. Het houdt de ondernemers klaarblijkelijk enorm bezig. Want waarom informeert nu een winkeliersvereniging uit de ene kern bij leden van een andere winkeliersvereniging uit een andere kern hoe de zaken ervoor liggen. En de interpretatie daarvan moet verschillend geduid worden, klaarblijkelijk. Je zou daarom kunnen stellen dat het onderzoek, welke als onderlegger voor de motie vreemd heeft gediend, op zijn minst multi-interpretabel gelezen dient te worden. De basis is in die zin wel wat wankel. Zoals in het debat aangedragen, gunnen wij een ieder een welverdiende rustdag. We hebben gezegd een dag om op aarde te komen, zo geestelijk als lichaam te kunnen bijtanken. Maar we werden in het debat afgelopen week bevraagd door de woordvoerder van de CDA-fractie hoe het nu zit met het vertrouwen in het college wat ons betreft, ChristenUnie. Omdat in de ogen van de woordvoerder van de CDA onze betrouwbaarheid in de geding is, hechten wij eraan vanavond voor de stemming duidelijk te maken hoe wij deze uitvoering van de winkeltijdenverordening beoordeeld hebben. Zodat onze kiezers, zoals ons gevraagd werd, achterbanden nogmaals kunnen horen en ons daarop kunnen beoordelen als ChristenUnie. Samenvattend, afgelopen dinsdag hebben wij uitgelegd hoe wij het proces beoordeeld hebben. De motie is aangenomen door de meerderheid van de raad met meerderheid van stemmen en wij accepteren dan niet dat het college die motie naast zich neerlegt. Wij willen dat het college dan die opdracht uitvoert en dat heeft ze gedaan. Wij willen werken met een college die haar werk doet en de kaders van de raad ook daadwerkelijk uitvoert. In dit geval goed gewerkt college. Omdat wij tegen de motie hebben gestemd, stemmen wij vanavond ook tegen de aanpassing van de winkeltijdenverordening, zoals door het college is voorbereid. Samen met enkele collega's hebben wij wel gekeken naar een mogelijke aanpassing van die verordening. Zojuist heeft u gehoord dat wij ons handtekening hebben gezet onder een amendement, welke de heer Jonker heeft ingediend. Eveneens hebben wij meegedacht in het formuleren van de opdracht welke de wethouder aan de raad stelde met betrekking tot de evaluatie. En omdat het kort dag was, hebben wij
aan beide kanten gekeken van waar kun je nu het beste effect halen om die evaluatie goed te doen. En dat heeft ons gebracht dat wij medewerking hebben verleend aan de motie en mede ingediend zoals de SGP dat heeft verwoord. Maar ik heb ook de heer Elsinga laten weten dat ook zijn motie, die de GPT-fractie heeft voorbereid, onze steun zeker kan verdienen omdat het doel van de evaluatie daarin even goed benoemd wordt. Wat ons betreft krijgen beide moties in die zin onze steun. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik had een hele spreektekst gemaakt vanmiddag op mijn werk, want ik wist dat dit debat eraan zat te komen. En vervolgens komt er weer een brief binnen die eigenlijk de informatie van de brieven daarvoor weer tegenspreekt. Dus dan maar even op een andere manier. Maar het is wel duidelijk dat een pilot van een halve koopzondag heel wat beroering, voor heel wat beroering zorgt in de gemeente. Zo krijg je als raadslid, en dat vind ik prima hoor, teken dat het leeft, een brief thuis van mensen die vragen of je er toch nog eens een keer over na wil denken. Dan krijg je een brief waarbij gezegd wordt dat bedrijven die aangeven dat ze niet meedoen, dat wil niet zeggen dat ze tegen zijn. En vervolgens werd de indruk gewekt, Friezeveen is tegen, Vroomshoop is voor. Vervolgens krijg je weer een brief vanmiddag waaruit blijkt dat ongeveer 43% van Vroomshoop slechts voor is. Ja, en op een gegeven moment weet je niet meer met welke informatie je moet gaan werken. En dan moet je toch terugvallen op je eigen principes. En wat zou het mooi zijn geweest, volgend jaar 20 maart hebben we Provinciale Statenverkiezingen. Kiezen we ook de Eerste Kamer indirect. Wat was het mooi geweest als we dan een referendum hadden gehad, juist over dit, een briefje bij de stembiljetten. En dan hadden we de inwoners een stem gegeven en hadden we ook deze discussie niet gehad, want dan had het volk gesproken. De macht ligt immers bij het volk. Maar dat hebben we niet. En aan de andere kant denk ik dat de mensen tussen Dalen en Hoge Heksel en aan de grens het fantastisch hadden gevonden als zij de vrijheid zouden hebben gehad om dezelfde vrijheid te hebben als de ondernemers hebben. Want het is natuurlijk geen dwang, die koopzondag. Het is een vrije keuze om wel of niet mee te doen. En in november vorige maand heeft de SGP in Den Haag een motie ingediend. Die heeft de PVV in Den Haag ook gesteund. Want er bleken toch een aantal gemeentes te zijn waar wel degelijk dwang was dat ondernemers mee moesten doen met de koopzondag. Deden ze dat niet, dan kregen ze een boete. Maar over die situatie praten we hier niet. Dus voor ons is het allerbelangrijkste de vrije keuze die men heeft om wel of niet mee te doen aan die koopzondag. Dus blijft over dat wij denken dat laat het dan maar gebeuren, laat het maar plaatsvinden en dan evalueren we wel. En het moet ook nog blijken of het aanslaat in de gemeente Twente of in Vroomshoop. Voor hetzelfde geld bloedt het dood, dat is ook nog een mogelijkheid. De motie van de SGP zullen wij niet steunen en het amendement zullen we ook niet steunen. En de motie van het GBT moeten we nog even bekijken, voorzitter. Uiteraard, dank u wel. Dan de heer Kobus, wilt u het woord, hoeft niet. De heer Reusken, wil wel het woord, aan u het woord, meneer Reusken. Dank u wel, voorzitter. De heer Veldmeijer gaf het net al aan, de discussie. Sorry. De discussie rondom de koopzondag roept veel emotie op en ook veel beroering. Ook gisteravond kwam ik thuis, vond ik een persoonlijke brief waar we nog eens een keer werden gevraagd om goed na te denken of dit wel het juiste besluit is wat we gaan nemen. En ook vlak voor deze raadsvergadering zag ik in mijn e-mail weer correspondentie terugkomen die maakt dat het heel veel discussie geeft en dat er inderdaad nog wel veel te doen is. Maar toch vinden wij van de Partij van Arbeid GroenLinks dat we destijds die motie met volle overtuiging gesteund hebben om die pilot mogelijk te maken. Dus we zullen vanavond dan ook voor die verordening gaan stemmen. En we zullen het amendement niet steunen, uiteraard. En ook de motie van de SGP zullen wij niet steunen. En de motie van wat betreft het GBT wil ik nog even nader bekijken. Want dat er een goede evaluatie moet plaatsvinden, dat vinden wij ook. En wat ons betreft zitten daar voldoende waarborgen in de toezeggingen die daarin gedaan zijn. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk ik naar de wethouder Harmsen. Er is nog een vraag aan u gesteld. Aan u het woord namens het college. Ik denk dat het goed is om, als u kunt, op de motie amendement in te gaan. Ik weet niet of dat kan. Maar ja. Ja hoor, geen probleem. Er is één vraag gesteld door de SGP aan mij. Dat gaat over het juridische. Nou, ik heb dat dinsdag heb ik dat ook uitgelegd waarom ik vind dat het nog steeds juridisch op dit moment niet kan. Dat heeft ermee te maken en dat staat volgens mij ook in uw eigen. Even kijken, in uw eigen motie, daar staat in van belangen afwegen, lokale economie, winkelpersoneel, zondagsrust, etc. Daarom hebben wij ook gemeend van dat het, als wij nu alleen voor de kern voor zo op zouden gaan, dat die nog steeds juridisch niet houdbaar is, omdat wij al die belangen op dit moment in het korte tijdsbestek niet goed kunnen afwegen. En hebben wij ook gezegd van, dan willen wij een gelijk speelveld creëren voor de ondernemers. Want dan zou het ook zo zijn als wij dit alleen voor Vroom's Hoop zouden doen. En een ondernemer uit Westerhaar die zegt van ik ga toch open op die zondag, dan verplicht u ons eigenlijk ook om daadwerkelijk te gaan handhaven. We hebben gezegd van wij willen juridisch dat zuiver doen, gelijkheidsbeginsel voor deze gemeente. En wij creëren dus een gelijk speelveld en daarom maken wij de winkeltijdenverordening mogelijk voor de gehele gemeente Twente-Rand. De heer Jonker heeft de vraag nu, de heer Jonker heeft nu het woord. Ja, de wethouder die gooit heel veel zaken op één hoop. Wat ik betoogd heb dinsdag, is dat u geen juridische grond heeft om niet een pilot alleen in Vroom's Hoop in de winkeltijdenverordening van Twente-Rand te regelen. Je mag gewoon een pilot in Vroom's Hoop regelen in de winkeltijdenverordening. Daar heeft u geen enkel juridisch bewijs voor dat dat niet mag. Deze verordening wat u nu aan ons voorstelt, dat is een keuze en die gaat verder dan de motievreemd die hier is aangenomen. En alleen de motie of de pilot from Soap mag gewoon, is gewoon een keuze. U heeft geen enkel juridische grond als dat niet zou mogen. Maar de rest is gewoon een keuze. Maar u heeft ook goed gehoord wat de wethouder zegt om een gelijk speelveld neer te zetten. Ik denk dat het even goed om dat wel even heel helder te duiden. Want anders dan wordt het een juridisch wel eens niet een spelletje. Daar heeft deze voorzitter niet zoveel zin in. Ja, volgens mij is het ook helder zo. Ik heb ook nogmaals benadrukt dat ik daar vanuit het college, vanuit mijn rol, daar anders over denk. En dus juridisch kun je het soms ook op meerdere manieren uitleggen. En ik heb nogmaals aangegeven dat ik juridisch op dit moment in deze situatie het korte tijdsbestek dus niet correct vind om dat voor Vroom's Hoop te doen. Dus wij denken daar juridisch anders over. Dat mag, verschillen wij van mening. En het is aan u, aan de raad, om dat vervolgens op die manier te doen. Dus daar blijf ik bij, ook bij mijn woorden van dinsdag. Het amendement, de eerste, begin ik even met het amendement. A20, schrap en winkeltijdenverordening, dat is aan u als raad. Dan heb ik de motie M48, evaluatie pilot koopzondag. Even kijken. Ja, die, inderdaad, deels raakt hij de motie van gemeente Belangen Twente-Rand. Het enige waar ik nog een opmerking over had, zit ook wat in die van gemeente Belangen, is dat samenleving kerken, dat bijvoorbeeld wordt benoemd. Ik had nog wel, ik dacht van, gaat het nou om alle kerken in Twente-Rand? Of vindt u het voldoende dat u wordt gezegd van, als wij representatief iets aan kunnen aantonen dat wij met... Oké, dat was voor mij even helder. Maar die vind ik dan ook aan u als raad om daarover te gaan. En dat geldt eigenlijk voor hetzelfde van de motie van gemeentebelangen. Ik zie daar ook wel voor mezelf een paar interessante dingen in staan. En zo had ik het ook graag willen doen om die evaluatie op een goede manier met elkaar te doen. Ook met de ondernemers. En ik wil nog wel even opmerken, punt 3. De aanvraag voor vrijstelling voor koopzondagen tot stand gekomen in gezamenlijke overeenstemming. Een verantwoordelijkheid is van de ondernemersverenigingen of vereniging per kern. Ik kom ook inderdaad met een terugkoppeling als die wordt aangenomen, maar dan wil ik hem wel helemaal juridisch goed uitzoeken. Want het wil niet zeggen dat hij ergens anders in een verordening zit binnen de gemeente, dat hij dan ook altijd per definitie ook juridisch daar klopt. Dus ik wil hem wel echt goed uitzoeken, dat we niet op een gegeven moment bij de Hoge Raad zitten, omdat bijvoorbeeld een ondernemer in Westerhaar wel open wil en de ondernemersvereniging niet. Dus die wil ik voor u als raad goed uitzoeken, dat we daarin met elkaar de juiste dingen doen. Dank u wel. Dan is het denk ik, dat was het, dank u wel. Dan is het denk ik goed, maar dan kijk u even rond om even een schorsing te doen. Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben? 10 minuten? Kwartier?
15, ja, ik ben dan als was in uw handen. Maximaal 10 en dan gaan we weer verder. Dus het is nu bij mij 10 over 8, dus 20 over 8 gaan we verder. Goed, ik heb iets meer ruimte gegeven. En ik moet u zeggen, ik weet toch wel, ik heb toch altijd wel een beetje een aardig gevoel. En men is nog niet helemaal klaar, maar voordat ik iedereen weer op de plaatsen heb te zitten. Heeft u voldoende tijd gehad, meneer Elsega en de anderen, om met elkaar het overleg te voeren? Of heeft u nog iets meer tijd nodig? Meneer Elsega. Ik heb voorzitter nog niet iedereen gesproken, wel een aantal. Ik heb bijvoorbeeld de heer Veldmeijer van de PVV nog niet gesproken en de heer Reuske nog niet. En verder heb ik volgens mij iedereen wel gesproken. Dus ja. Mensen hebben mij aanreikingen gedaan waar we ook nog even wat nadruk op willen leggen, dat zal ik straks even zeggen. De heer Kolder van het CDA heeft wat gemeld en de heer Jonk van de SGP en de heer Smelt van de ChristenUnie. Maar ik wil eigenlijk ook nog even met de heer Veldmeijer en de heer Reuske iedereen de kans geven. Dat lijkt me goed. Dan schors het nog 5 minuten. Ik vind dat het zorgvuldig moet gebeuren. U weet het wel. Hoeft... Oké. Okay. Goed. Nou, dan. En de heer Reusken, heeft u nog behoefte om met de heer Elsega? De heer Reusken wel. Geeft u mij een minder als 5. Maar geef mij een seintje als u klaar bent. Zullen we het zo afspreken? Want dat moet wel even goed gebeuren. Goed. Ik heropen de vergadering. En ik dank ieder voor het geduld. Maar dat is het natuurlijk wel waard. En ik geef als eerste de heer Jonker het woord. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben even overleg gehad, net in de schorsing. En we hebben de moties naast elkaar gelegd. En ik trek mijn motie terug. En de heer Elsega, die zal straks nader zijn motie toelichten, want hij punt hem wat op bepaalde punten aan. Het is alleen jammer dat wij door de tijd, dit had eigenlijk vooraf gemoeten, maar goed, dat zij zo. Dit was het, voorzitter. Dank u wel. Dus motie 48 wordt teruggetrokken, ook namens CDA en ChristenUnie, en maakt geen deel meer uit van de beraadslagingen. En het is natuurlijk terecht wat u zegt, maar goed, daarom nemen we ook de tijd om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen. En daar waar nodig is er ook fractie. Overleg tussen de verschillende fracties is gewoon altijd mogelijk. De heer Elsega, ik geef u als tweede het woord. Aan u het woord. Dank u, voorzitter. Wat de heer Jonker zojuist zegt, heb ik ook aan het begin gezegd. We hebben natuurlijk goed gejat en slecht geprobeerd. En een groot deel hebben wij gewoon van de SGP overgenomen, dat is ook gewoon te lezen. Zowel bij overwegende dat en constaterende dat zijn allemaal feiten en dat is ook zo. Dus dat hebben wij ook overgenomen. En ook bij verzoek de college over de leefbaarheid hebben wij ook overgenomen. Want dat is gewoon belangrijk. Dus in die zin klopt dat wat de heer Jonker zegt. En ook bedankt alvast voor die bijdrage. Want die stukjes hoeven wij in ieder geval al niet meer in te typen vanavond. Dus dat scheelde wat tijd ook. En het is inhoudelijk ook gewoon goed. Van de heer Kuhl van CDA kan nog de opmerkingen moeten. Qua wet en recht moet het kloppen. Dat is inderdaad waar. Dat zei ook de wethouder. Wij hebben er alle vertrouwen in. Het werkt al 2 jaar in de gemeente Raalte. Het heeft in de staatscourant gezien. En als dat echt niet kon, dan hadden we het al lang gehoord of geweten. En misschien zijn ze wel illegaal bezig. Nou, dat merken we dan wel bij de uitwerking. En dan zijn wij ook illegaal bezig. Maar goed, dat vermoed ik niet. Ik denk dat dit gewoon heel goed is wat er ligt. Wat nog even over aangehaald was. Eens even kijken. Ik wil nog even daarover wil zeggen. Oh ja, dat was bij die leefbaarheid per kern. We zeggen dat je in gesprek moet gaan met de ondernemersvereniging, dorpsraden. En daar werd ook nog door CDA opgemerkt. We hebben natuurlijk ook plaatselijke belangen. Hè? En West-Rade heeft toen een plaatselijk belang. Nou, dat is inderdaad geen dorpsraad, maar een plaatselijk belang. Die voegen wij. Hè? Dus even voor de raadsgriffier en de voorzitter voor iedereen. Dorpsraden / plaatselijk belang voegen wij toe. Dat is eigenlijk de enige textuele aanpassing die er dan in deze motie gaat plaatsvinden die iedereen heeft. Hij wordt dan mede ingediend door SGP, ChristenUnie, CDA, VVD en GBT. En SGP en PVV doen de steun, volgens mij. Hè? In ieder geval, PVV weet ik niet zeker. U gaat er nog wat over zeggen over ik praat mee of zoiets. Daar gaat u zo meteen nog wat over zeggen.
Ja, voorzitter, en ik kan het een keer aanraden. Ik zei het in het begin ook al. Dit was een eerste motie wat ik mij kan herinneren in 8,5 jaar raad. Zonder last of ruggespraak, want iedereen mocht zijn eigen stem uitbrengen. En ik ken een journalist, Han Papen van de Roskamer, die zei altijd dat het veel vaker moest gebeuren. Ik snap voor journalisten dat het heel interessant is. Heb je meer gedoe en dan kun je meer schrijven. Maar dit was voor ons een proef om het te doen. En je bent wel intensiever met elkaar in overleg. Maar het nadeel is wel wat je zoals vanavond ziet. Je moet echt op het allerlaatste moment nog even, als je zo weinig tijd hebt, dit soort dingen nog even bespreken. En je wilt de voorstanders en de tegenstanders evenveel ruimte geven. En dat hebben we gedaan. Maar dan kost het even wat meer tijd. Maar dit is het resultaat, voorzitter. Volgens mij heb ik alles genoemd. Als ik nog wat mis, dan hoor ik het graag nog even van iemand. Maar ja. Volgens mij klopt dit. Dank u wel. Dus even voor mijn beeldvorming. Voor de duidelijkheid ook voor iedereen. Wordt bij de verzoekt het college de eerste bullet. Wordt achter dorpsraad en slash plaatselijk belang. Men wordt toegevoegd. Dat is het enige en dat accepteer ik om dat met pen te doen. Dat wordt ook eventjes officieel hier door de griffieren gedaan. En vervolgens kijken we even of er nog anderen mee willen. Ja, maar hier is ja. Ik wil nog even toevoegen, voorzitter, want ik zat net al te turen een beetje, wat heb ik daar geschreven. Maar wij denken echt dat dit het allerbeste is voor Twenterand. Het is echt een couleur lokaal. Het is aan de ondernemersverenigingen zelf om meerderheden te creëren voor of tegen een koopzondag. En ik denk dat dat een goede zaak is. Dus we laten het echt daar waar het hoort, voorzitter. Dank u wel. Dan maakt de gewijzigde motie 49 deel uit straks van de beraadslaging en ook nu bij de verdere besprekingen. Dan kijk ik naar het CDA of u het woord wil. Nee, dan kijk ik naar ChristenUnie of u het woord wil. Dan kijk ik naar de heer Veldmeijer of u, ja, aan u het woord, meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij zullen motie 49 niet steunen. Er staat zeg maar de tweede bullet om inzage te krijgen wat er leeft onder de inwoners. Ja, goed, dan weten we al dat we weer te maken hebben met schijnparticipatie. PVV is voor niet alleen dat de mensen kunnen zeggen wat ze ervan vinden, maar dat ze ook mee kunnen beslissen. En dat is nu niet, het is een vrijblijvend iets. En we zien ook dat van dit soort instrumenten, het zijn toch altijd weer dezelfde mensen die daar gebruik van maken. En de gewone man of vrouw vult dit nauwelijks in. En dan krijg je ook een vertekend beeld. Maar het belangrijkste is dat het niet afdwingbaar is. En wij willen juist dat mensen meebeslissen. En dat is nu niet mogelijk, vandaar tegen. Dank u wel. Dan de heer Kobus, of u nog het woord wil, de heer Reusge ook niet. Dan, college, is ook geen vraag gesteld. Wil u nog ingaan op, ik denk het niet. Tenminste, er is niks toegevoegd, alleen plaatselijk belang. Er is geen vraag aan het college gesteld. Dan besluit ik de bespreking van dit onderwerp en ga ik over naar de stemming. En zoals het hoort, laat ik stemmen over A20, waarin het schrappen van artikel 7, winkeltijdenverordening, dan gaat erom om artikel 7 te schrappen. Ik zou graag hoofdelijke stemming willen. Een nummertje pakken. Help me eventjes om een nummertje te pakken. En dan vraag ik eerst. Niet, dan ga ik over tot hoofdelijk stemmen. En word ik daarbij nummer 10. Juffrouw Vin. Even kijken hoor. Ja, maar ik heb natuurlijk moet wel een lijstje hebben. Ja, deze. Ja. Gemeenteraadslid Van Veen, voor of tegen? Tegen. Mevrouw Jager is er niet. De heer Dekker. Tegen. De heer Kuilder. We stemmen over het amendement en dat is het schrappen van de winkeltijdenverordening ingediend door het SGP. U bent voor.
Dan de heer Kerkdijk is niet. Mevrouw Jansen. Ik hoefde niet te gaan schorsen, mensen. Mevrouw Bramer. De heer Smelt. Voor. De heer Huisjes. Voor. Mevrouw Heelbrink. Voor. De heer Jonker. Voor. De heer Veldmeijer. De heer Kobus. Tegen. De heer Reusken. Tegen. De heer Elzinga. Tegen. De heer Papen. Tegen. De heer Laarman. Voor. Mevrouw Beulakker. De heer Albersen. Tegen. De heer Stolten. Tegen. De heer Sloot. Tegen. Mevrouw Makkinga. Tegen. Dan heb ik ze gehad. Dan stemming. 8 stemmen hebben voor de motie het amendement gestemd en 12 tegen. Het amendement is verworpen. Dan ga ik nu naar het voorstel winkeltijdenverordening. En kunnen we dat met handopleggingen, handopstekingen, nee, ook hoofdelijk stemmen? Ik helder, hoofdelijk stemmen. Handen, ja, nee, handopstekingen. Excuus. Ik kijk even naar de heer Kelder. Wilt u hoofdelijk stemmen? Ja, nee, dat is terecht. Dan ga ik weer... Maar het gaat dus nu over... Ja? Oké. Okay. U bent allemaal erbij? Nee, maar nee hoor, maar het is een serieuze zaak. Maar het is altijd heel spannend met hoofdelijk stemmen dat je wel het goede zegt. Want het geeft er altijd een extra accent. En vandaar even mijn waarschuwing van, u weet waar u nu over stemt. We stemmen er nu over dat de winkeltijdenverordening zoals ingediend door het college, voorbereid door het college, dus door u, dat er over gestemd gaat worden. Is er iemand die een stemverklaring wil afgeven? Niet, dan ga ik over tot stemming en ik begin bij nummer 12. Dat is de heer Dekker. Voor. De heer Kelder. Tegen. Mevrouw Jansen. Tegen. Mevrouw Bramer. Tegen. De heer Smelt. Tegen. De heer Huisjes. Tegen. Mevrouw Heelbrink. Tegen. De heer Jonker. Tegen. De heer Veldmeijer. Voor. De heer Kobus. Voor. De heer Reusken. Voor. De heer Elzinga. Voor. De heer Papen. Voor. De heer Laarman. Tegen. Mevrouw Beulakker. Voor. De heer Albersen. Voor. De heer Stolten. Voor. De heer Sloot. Voor. Mevrouw Makkinga. Voor. De heer Van Veen. Voor. Dan ben ik er. 8. Dan hebben er 12 stemmen voor. Voor het voorstel gestemd en 8 tegen. Het voorstel is aangenomen. Dan ga ik nu over tot de stemming over motie 49, waarin het verzoek aan het college is met een aantal punten voor de evaluatie. Kan ik dat? Dat mag ik zo doen. Ja, ik kijk maar even, want anders ga ik weer hoofdelijk stemmen hoor. Wil iemand een stemverklaring geven over voor deze motie? Ja, de heer Laarman. Ja. Voorzitter, aangezien ik tegen de pilot koopzondag in Vlopsoog ben, ben ik wel voor een goede evaluatie en zal voor deze motie stemmen. Dank u wel. Dan ga ik over tot stemming over de motie evaluatie pilot koopzondag 23 december 2018. Wie is voor deze motie? Dat is de fractie ChristenUnie, CDA, SGP, VVD, Partij van de Arbeid, GroenLinks. En GBT, ja, ik moest even heel goed kijken dat ik geen fout maak. En wie is tegen deze motie? De partij van de PVV. De motie is aangenomen. We zijn aan het einde van deze buitengewone raadsvergadering gekomen. En ik schors tot 9:10, want er moeten wat technische zaken worden gedaan. En dan beginnen we met de raadsdebatten over een aantal, over een tweetal onderwerpen. En dat zal de heer Kuil, de voorzitter. Ja, ja.